Dag vrienden, hier ben ik weer, Jaap Dieleman, met een nieuwe wachter. Wachter 133. En we hebben een prachtig thema voor vandaag. Provision for Mission Impossible. Ik geloof dat God geen flop sponsort. Als hij iets sponsort, dan staat hij erachter. Er zijn mensen die maken plannen en dan willen ze God vragen om achter hun plannen te gaan staan. Maar als jij ontdekt wat Gods plan is en je gaat je daarin begeven, dan hoef je niet eens te vragen of God erachter staat, want hij staat erachter. Hij heeft ons een opdracht gegeven om de wereld te bereiken. En wij zijn de uitvoerders, hij is de opdrachtgever. En wat ik altijd zeg is, opdrachtgevers betalen de rekening en de uitvoerders doen het werk. En wat God vraagt aan ons is geen klein ding. Hij wil dat wij de wereld bereiken met de blijde boodschap van zijn liefde en van het offer van zijn zoon, die hij op het kruis heeft gegeven voor ons. Waar gaan we het vandaag over hebben? Over die Mission Impossible. Maar ik heb het genoemd Mission Possible, want met God zijn alle dingen mogelijk. En ik wil dat plaatsen in het kader van het geloof vanuit de schrift. En daarbij moest ik allereerst denken aan het verhaal van Abraham en Sara, want God is gespecialiseerd in onmogelijkheden. Althans, vanuit ons menselijk perspectief gezien. De Bijbel zegt in Genesis 18, vers 11. Abraham nu en Sara waren oud en hoogbejaard. Er zijn van die mensen die proberen altijd een draai te geven aan de Bijbel door te zeggen, ja joh, maar toen werden ze heel erg oud en dat lukte allemaal nog wel. Maar de Bijbel is duidelijk, ze waren al oud. Ze waren zelfs hoogbejaard. En het ging Sara niet meer naar de wijze der vrouwen. Met andere woorden, de menopauze lag ver achter haar. Haar moederschoot was gesloten. Kinderen krijgen hoorde bij de onmogelijkheden. En Sara had dus opgevangen. God bezocht Abraham. Abraham was in gesprek met de Heer, met twee engelen. En ze ving wat op en ze moest lachen. Er staat in vers 12. Dus lachte Sara in zichzelf, denkende, zal ik wellust hebben nadat ik vervallen ben, terwijl mijn heer oud is. Het idee is eigenlijk ook zo belachelijk, want Abraham had een belofte gekregen op zijn 75ste. En toen heeft hij Ismaël verwekt, waar we nu nog steeds problemen mee hebben. Maar hij moest nog 25 jaar wachten. En misschien had hij al gedacht, nou, het zal mijn tijd wel duren. En toen hij 100 was, of toen hij 99 was, bezocht de Heer hem met twee engelen en werd een maaltijd bereid. En de Heer die zei, over een jaar zal je vrouw een kind baren. En dan had hij het over Sara. En ik snap wel dat ze moesten lachen. Want laten we er wel wezen, een man van bijna 100 jaar en een vrouw van 90 jaar die een kind krijgen, dat hoor je normaal gesproken niet. En God hoorde Sara lachen. En toen zei de Heer tot Abraham, vers 13, waarom lacht Sara daar en zegt, zal ik werkelijk baren terwijl ik oud geworden ben? En dan komt die prachtige tekst die ik zo graag met u wil delen. Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn? Voor God is geen enkel ding te wonderlijk. Dan zegt hij, te bestemde tijd, over een jaar, zal ik tot u wederkeren. En Sara zal een zoon hebben, over een jaar. Toen logende Sara het, ik heb niet gelachen, want zij was bevreesd. Doch hij zei, nee, je hebt wel gelachen. En we weten hoe het ging, binnen een jaar had Sara een zoon van Abraham. Moet je voorstellen, daar komt nog een, er zit een heel prachtig verhaal bij. Ze kregen een nieuwe naam van God. Want Abram, dat betekent verheerlijkte vader of iets dergelijks. Maar Abraham betekent vader van vele volken. Hij had één zoon verwekt bij
Hagar. Die moest die Ismaël, die moest hij later wegsturen. En Sarai werd Sara, en Sara betekent moeder van koningen. Moet je voorstellen, twee mensen die nog nooit een kind hadden gehad, of althans Sara helemaal nooit. En dan gaan ze zichzelf noemen vader van vele volken en moeder van koningen. Ik kan me voorstellen dat de leefomgeving dacht, die lui die zijn niet goed bij hun hoofd. En toen ze een zoon kregen, toen noemden ze hem Isaac. En Isaac betekent in het Hebreeuws lachen. Ik snap het wel, want ieder die het hoort zal erom lachen. En het is ook echt om te lachen. En het laat ook zien hoe groot onze God is, dat hij het onmogelijke zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn. Voor God is niets te wonderlijk. Maar daar gaat er nog iets aan vooraf. En dat is ook heel bijzonder. Dat moet je zien. Want dit was dus in hoofdstuk 18. Dat Sara lachte. Dat is een jaar voor de geboorte van Isaac. Maar in hoofdstuk 20. Toen bad. Ik zal de details, de context even achterwege laten. Maar toen, hoofdstuk 20, bad Abraham tot God en genas Abimelech en zijn vrouw en zijn slavinnen, zodat zij baarden. De Heer had namelijk elke moederschoot in Abimelechs huis toegesloten ter oorzake van Sara, de vrouw van Abraham. Abraham had namelijk gezegd dat het zijn zuster was en Abimelech had een oogje op Sara en wilde Abraham geschenken geven om uiteindelijk met Sara gewoon tot vrouw te nemen. Maar God had dat verhoed door hem in een droom te laten zien dat het de vrouw was. En vanwege dit gebeuren had God de schoot van al die vrouwen toegesloten. En Abraham moest bidden eerst voor het openen van de schoot van anderen. En toen deed God een groot wonder en opende ook de schoot van Sara. Sarai, later Sara, moeder van koningen. En dan staat er in hoofdstuk 21, vers 1, de Heer bezocht Sara, zoals hij gezegd had. Als God iets zegt, dan doet hij het. En de Heer deed aan Sara, zoals hij gesproken had. Ik zou haar ze ook bijna zeggen, zoals hij beloofd had. God doet wat hij zegt en God meent wat hij zegt en hij doet wat hij zegt. En zijn woord is betrouwbaar. Dabar betekent woord en daad. Zijn woord en daad zijn als twee treinsporen die parallel lopen. En als onze woorden en daden in overeenstemming zijn, dan zullen we ons doel bereiken. En God had gesproken en hij deed het wat hij gesproken had. Isaac werd geboren, de zoon der belofte, waaruit Jacob en uiteindelijk het huis Israëls, hè, vader Jacob, later Israël. En dit verhaal wordt ook nog een keer opnieuw onder de loep genomen in het Nieuwe Testament, met name in het boek Romeinen. En de context is ook prachtig, maar we hebben altijd maar een half uurtje en daarom kunnen we niet altijd in elk detail treden. Maar ik lees Romeinen hoofdstuk 4 vanaf vers 17. En daar staat, tot een vader van vele volken heb ik u gesteld, voor het aangezicht van die God in wie hij geloofde, die de doden levend maakt en het niet zijnde tot aanzijn roept. Hij roept dingen tot aanzijn. We zeggen wel eens in de volksmond in Nederland, we hebben een stichting in het leven geroepen. Natuurlijk zijn we bij een notaris geweest en we hebben over een naam nagedacht en we hebben het geregistreerd en alles. Maar we hebben het in het leven geroepen. En hij roept het niet zijnde tot aanzijn. En hoe deed hij dat? En dat is het bijzondere. Hij gebruikte de mond van Sara en Abraham. Want moet je voorstellen dat je de buurman bent van Abram. En op een dag ga je naar Abram, hè, verheerlijkte vader. En zegt Abram tegen jou, als hij je groet, goedemorgen buurman Abram. Ik ben niet Abram, ik ben nu vader van vele volken. Nou, dan frons je je wenkbrauwen en denk je,
is hij aan het dementeren. Hij is al 99 en nou zegt hij dat hij een vader van vele volken is. Nee, Gods woord in zijn mond. De binnenste wordt verzadigd van de woorden van je mond. Hij sprak het woord van God. God had gezegd, ik noem je vader van vele volken. En ik geloof dat mede door zijn eenvoudige geloofsgehoorzaamheid, om dat te spreken wat God gezegd had, begon God een wonder in hem te bewerken. Dat hij, die verstorven was, weer vruchtbaar werd. En hetzelfde geldt voor Sarai. En ik kan me voorstellen, die buurman gaat nu naar Sarai en zegt, Sarai, is Abram, is hij wel goed bij zijn hoofd? En Sarai zegt, buurman, hij is niet langer Abram, hij is vader van vele volken en ik ben Sarah, moeder van koningen. Ik kan me voorstellen dat deze man denkt, ik breng ze naar de psychiater. De trauma dat ze nooit geen kinderen hebben gehad is er naar het hoofd gestegen. En nu krijgen ze dit soort depressieve problemen. Maar lieve vrienden, een ongelovige die begrijpt het niet. Maar iemand die met God wandelt, die kan zo'n ervaring hebben. En ik kan me ook voorstellen dat het niet altijd makkelijk was als ze die gefronste wenkbrauwen en die bijna meelijwekkende blik van de buurman zagen, dat ze zich ook bijna gek voelden van, ik noem mijn vader van vele volken, ik heb geen kinderen, ik noem mijn moeder van koningen en ik ben ook nooit meer ongesteld. Het is eigenlijk volslagen krankzinnig en onmogelijk. Maar onze God zegt, zou voor mij iets onmogelijk zijn? En terwijl ze het spraken, begon God het wonder van binnen te doen. Net als met een zwangerschap. Zij wisten het hier in hun buik. Diep van binnen wisten zij het. En na verloop van tijd werd de buik dikker. En uiteindelijk werd het wonder zichtbaar voor iedereen. Isaac werd geboren. Terug naar de Romeinen. En er staat er, en die het niet zijnde tot aan zijn riep. Hoe riep God als het ware de schoot van Abraham weer, of het zaad van Abraham tot vruchtbaarheid, door hem een nieuwe naam te geven? Hoe riep God als het ware de schoot van Sarah weer tot leven, door zichzelf moeder van koningen te noemen? Nou luister, dit is geen trucje dat je kunt kopiëren, want zij hadden dat van God gehoord. Je moet van God horen voordat je dit soort dingen kunt doen met geloof en met vertrouwen. En dan staat er, die het niet zijnde tot aan zijn roept. En hij heeft tegen hoop op hoop geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden volgens hetgeen gezegd was. Zo zal uw nageslacht zijn. Hoop op hoop, het zag er hopeloos uit. Twee oude mensen die de verstorven waren. De fabriek was gesloten. Reproductie was niet meer mogelijk. En dan staat er, en dit vind ik zo bijzonder, volgens hetgeen gezegd was, zo zal uw nageslacht zijn. En zonder te verflauwen in het geloof, heeft hij opgemerkt dat zijn eigen lichaam verstorven was. Daar hij ongeveer 100 jaar oud was en Sarah's moederschoot was gestorven. Hij maakte zichzelf niet wijs dat hij vruchtbaar was en dat Sarah's schoot nog vatbaar was om vrucht te ontvangen. Hij wist heel goed, hij zag het met zijn natuurlijke ogen, maar hij liet zich niet leiden door zijn natuurlijke ogen, maar heeft zich vastgehouden aan wat God beloofd heeft. Dat is het geheim van het geloof. Wat God gezegd heeft, is belangrijker dan wat de hele wereld zegt, want de wereld loopt op zijn eind, lieve mensen, en ook dat heeft God voorzegd. En dan staat er, maar aan de belofte Gods heeft hij niet getwijfeld door ongeloof. Doch hij werd versterkt in zijn geloof. Want dat gebeurt er als jij je daaraan vasthoudt en de hele wereld zegt dat je knettergek bent. Dat hebben ze tegen mij ook gezegd en ik ga straks daarvan de toepassing met u delen. Hij werd versterkt in zijn geloof en gaf God de eer. In de volle zekerheid. Nederlanders houden van verzekeringen. Volle zekerheid komt van de God Almachtig. Dat hij bij machte was, hetgeen hij beloofd had, ook te volbrengen. Daarom werd het hem tot gerechtigheid
gerekend. Wat een prachtig verhaal, lieve mensen. Voor u en mij opgetekend in het woord van God. En dit is iets goddelijks dat God verborgen heeft gehouden voor wijze en verstandige, maar aan zijn kinderen heeft geopenbaard. En dan lees ik hier een prachtige tekst uit 1 Korinthe hoofdstuk 2 vers 6. Toch spreken wij wijsheid bij hen die daarvoor rijp zijn, een wijsheid echter niet van deze eeuw, noch van de beheersers van deze eeuw, wier macht er niet gaat. De macht van de wereldheersers gaat er niet, lieve mensen. De wijsheid waar ik het over heb, is de goddelijke wijsheid die in de ogen van de wereldse wijze mensen een dwaasheid is. Want God heeft de dwaze uitverkoren om de wijze te beschamen. En dan mag ik bijhoren. Maar wat wij spreken als een geheimenis, is de verborgen wijsheid van God. Die God reeds van eeuwigheid voorbeschikt heeft tot onze heerlijkheid. Ons, dat zijn diegenen die in de Heer Jezus geloven en hem toebehoren. En geen van de beheersers van deze eeuw heeft van haar geweten. De duivel wist het niet. De demonen, de overheden, de macht en de wereldbeheersers hebben geen flauw idee waar het om gaat. Want indien zij van die wijsheid geweten hadden, zouden zij de Heer der Heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Kruip zij, elk nadeel heeft zijn voordeel. En ja, een uitspraak van Kruip. Maar het is zo, lieve mensen. De duivel dacht, ik kruisig die Jezus, dan ben ik van hem af. Maar daarmee verzegelde hij zijn eigen verdoemenis en verzegelde hij het plan van God. Want daarmee met de losprijs voor onze zonde voor eens en voor altijd betaald op het kruis. Maar gelijk geschreven staat, wat geen oog heeft gezien en wat in geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen. Al wat God heeft bereid voor degene die hem liefhebben. Halleluja. Het gaat dus niet alleen om kopie-kopie en alles snappen in je hoofd en dat soort dingen meer. Maar het gaat om het liefhebben van die almachtige, alwetende, alomtegenwoordige, goede God die het allerbeste met je voor heeft. En dan, als je je aan hem overgeeft en je wordt zijn kind, dan openbaart hij dit soort zaken aan je hart. En ik mag daar ook in wandelen, lieve vrienden. Ik ben nu 46 jaar een christen. Als u dit leest, is het net gepasseerd. Want op 8 januari 2023 is het exact 46 jaar geleden dat ik mijn leven overgaf aan de Heer Jezus. En in al die 46 jaar heb ik heel wat keren vallen en opstaan beleefd. Ik ben nog steeds verre van volmaakt, maar ik jaag ernaar dat ik het ook grijpen mocht, omdat ik door die liefde van God gegrepen ben. En u weet wel, ik doe zendingswerk in India. En we zien nu ook zulke grote wonderen die boven bidden en denken zijn en die in geen mensenhart zijn opgekomen. En daarvan wil ik nu getuigen en verslag doen om u te laten delen in deze grote wonderen. Het is nu zo'n bijna 12 jaar geleden dat we met Abba Childcare begonnen en daar een kinderhuis bouwden. En uiteindelijk hebben we meer dan 1500 kinderen. Inmiddels bijna 3000 met de anderen die we alweer hebben overgedragen. Hebben we mochten helpen door te wonen in een kinderhuis en later in adoptiegezinnen. Daarnaast hebben we 50 kerken gebouwd, 200 waterputten. En in die 50 kerken zijn we met de Bijbelschool begonnen. We hebben meer dan 100 weduwen waar we zorg voor dragen. Lieve mensen, sommigen dachten, ben je wel goed bij je hoofd en waar ga je dat allemaal van betalen? Zonder God was het nooit gelukt, maar ik voelde de hartenklop en de liefde van God om dit te doen. En ik heb mijn hand aan de ploeg geslagen en sommigen zeggen, hoe ga je dat doen en waar haal je het geld vandaan en hoe kan je dit dan doen? En ik heb altijd gezegd, als het niet lukt is het mijn schuld. Maar als het wel lukt, is het Gods schuld. Want hij is de opdrachtgever. Ik ben de uitvoerder. En die 50 kerken zijn er gekomen. En die bijna
Nou, 200, ik weet het niet eens meer, 220 waterputten zijn er ook gekomen. Er zijn bijna 500.000 mensen die nu toegang hebben tot schoon drinkwater. En inmiddels hebben we een ziekenhuis gebouwd. Het casco is al helemaal klaar. Het moet nog afgewerkt worden. Dat duurt langer dan ik gehoopt en gewild had. We hebben 12 klinieken mogen bouwen. God heeft voorzien in de financiën. In de Melaatse dorpen. Er zijn nu 12 klinieken met schone waterbronnen waar honderden Melaatse goede medische zorg krijgen. Het kost allemaal heel veel geld en God heeft voorzien in al dat geld. En in 2018, alweer bijna 23 jaar, bijna, sorry, 5 jaar geleden, 18, 19, 20, 21, 22, bijna 5 jaar geleden begonnen wij op 14 maart met een eerste gospel truck. En op 1 november 2022 hebben we de 40ste gospel truck gelanceerd. En nu rijden er in India 40 trucks rond. Mensen zeiden, jij bent gek, Dieleman, dit gaat je nooit lukken. Lieve mensen, ik heb al gezegd, als het niet lukt is het mijn schuld. Als het wel lukt is het Gods schuld. Hij is de opdrachtgever. En opgevers betalen de rekening. En het bewijs dat het zijn opdracht is, alle rekeningen zijn betaald. Alle trucks rijden elke dag uit om mensen over Jezus te vertellen. En het mooie is dat er tot 30 november, jongstleden, vanaf 14 maart 2018 tot 30 november, zijn er meer dan 1,9 miljoen mensen die hun knieën hebben gebogen voor Koning Jezus. Dat is mijn grootste vreugde als evangelist. Dat ik die zelf gered ben van een leven in duisternis en drugs. Nu zoveel mensen met de hulp van de sponsors en natuurlijk het geweldige team in India aan de voeten van mijn koning mocht brengen. En ik bid dat jij ook je leven aan Jezus geeft. Want buiten hem is geen leven, lieve mensen. We hebben het afgelopen jaar meer dan 2,7 miljoen euro geïnvesteerd in 40 trucks. En het onderhoud en ook de operationele kosten. In 100.000 bijbels, in leiderstraining, conferenties, gospel rallies, ook in Pakistan, medische zorg, zorg voor de wezen en de weduwe, noodhulp, Melaatse zorg, de bouw van het ziekenhuis enzovoorts. Dit staat trouwens overigens nog los van alle andere kosten die we hebben. Natuurlijk ook mijn levensonderhoud, de auto, het kantoor, de belastingen en noem het allemaal maar op. God heeft buitengewoon voorgoed voor ons gezorgd. En als je nu terugkijkt, kunnen mensen alleen maar erkennen, dit is geen werk van mensen. Dit is geen werk van deze jongen, deze kleine jongen, die eigenlijk reddeloos verloren was door zijn verslaving. Dit is een werk van de Allerhoogste God, die zijn leven voor ons op het kruis heeft gegeven. Halleluja. En we zijn dankbaar daarvoor. En nu staan we aan het begin van een splinter nieuwjaar in een wereld die steeds duisterder wordt en wegglijdt in de machten van de duisternis. Spoedig zal de grote verdrukking aanbreken waar ik veel over spreek en dat weet u. Maar voor die tijd zal de opname zijn. Maar we weten niet hoe lang dat nog duurt. Maar tot aan de dag dat die bazuin blaast willen wij nog zoveel mogelijk mensen uit het brandende huis van deze stervende wereld rukken voordat het gebouw instort. En daarom kijk ik niet achterom, sla mijn hand aan de ploeg en zal ook dit jaar met alles wat in me is voorwaarts willen gaan om mensen tot Jezus te leiden. En luister, mijn visie, mijn indruk, mijn hart is dat we het komende jaar voor 5 miljoen zielen bidden dat die tot Jezus zullen komen. Misschien zeg je, wat een idealisme, waar is dat op gebaseerd en is dat wel realistisch? Lieve vrienden, het is beide. Het is idealistisch,
maar ook realistisch. En ik zal u zeggen waarom. We hebben afgelopen jaar, de afgelopen 2 maanden, met 40 trucks, elke maand meer dan 205.000 mensen per maand binnen zien komen. Als we dat komende jaar op blijven doen en er komt niks tussen, we worden niet geblokkeerd door vervolging of wat dan ook, of oorlog, dan verwachten we alleen al met de 40 trucks 2,5 miljoen mensen aan de voeten van onze Heer Jezus Christus te brengen door hun de blijde boodschap van Gods liefde te vertellen. En in Pakistan hebben we afgelopen jaar 3 grote gospel rallies gehouden met Anwar Faisal, Eternal Life TV, Isaac TV, die ook nog een keer een bereik heeft van bijna 100 miljoen potentiële kijkers buiten de meer dan 150.000 aanwezigen in de live conferenties. Zijn visie en mijn passie, samen willen we het komende jaar 22 van deze rallies houden, 2 per maand, te beginnen in de maand februari, volgende maand dus. En dat betekent 2,2 miljoen mensen. Met Kingsley 2,5 is 4,7. Dan hebben we nog 300.000 mensen te winnen. Ik hoop dat we daarnaast nog een paar speciale meetings kunnen doen, zoals we ook in november hebben gedaan. En daarmee ook nog 300.000 mensen. Dit is onze visie, dit is mijn passie. Hier ga ik voor en ik ben absoluut, volledig en totaal afhankelijk van Gods gunst en genade en voorziening om deze droom tot een werkelijkheid te maken. En als het lukt, dan zal iedereen die nu lacht, net zoals ze lachten om Sarah en Abraham, weten dat het niet het werk van deze jongen is. Dit is het werk van de Heer. En in kinderlijke gehoorzaamheid ben ik uitgestapt, zoals Petrus uit de boot van veilige zekerheden op het water, om met Jezus te wandelen in dit grote avontuur. Halleluja. En zoals ik al eerder gezegd heb, wil ik nogmaals zeggen, als dit mislukt, is het mijn schuld. Het zal nooit aan God leggen. Als dit lukt, is het Gods schuld. Ja, schuld kan je eigenlijk niet van spreken. Ik heb tussen haakjes gezet. Dan is God de oorzaak. Want ik ben maar een eenvoudige slaaf van Jezus. Hij is de opdrachtgever. Ik ben de uitvoerder. Opdrachtgevers betalen de rekening. Uitvoerders doen het werk. Lieve vrienden, we weten niet hoe lang het duurt voordat de bazuin nog zal blazen. En vandaag spreek ik niet tot mijn vrienden in India of Pakistan of Afrika via Zoom. Maar via deze wachter spreek ik tot u. En mijn vraag, oprechte vraag is, heb jij al vergeving voor je zonde ontvangen? Heb je al je leven aan Jezus overgegeven? Elke dag kan de bazuin klinken en zal de gemeente worden opgenomen en breekt de hel los op aarde, lieve vrienden, of u me gelooft of niet. Dit is de waarheid. Dit is mijn drijf en mijn passie als wachter om te waarschuwen, om met God in het reine te komen. De liefde van Christus dringt mij om u te zeggen, geef je leven aan hem over. En als je naar dit filmpje kijkt, en dan bid ik dat je dit gebed met mij meebidt en zegt, Heer Jezus, wilt u alstublieft in mijn leven komen? Wilt u mij vergeven? Wilt u mijn zonde wegwassen? Wilt u mij redden van mijn zonde? Opdat ik genade mag ontvangen en mag delen in uw heerlijkheid. Want lieve vrienden, het allerbeste komt nog. Hij zal spoedig komen. Als je dit oprecht gebeden hebt, laat het mij alstublieft weten. In de bijlage van het filmpje op Ontzagwekkend Nieuws, maar ook in de tekstbijlage op YouTube en Rumble, kunt u dit zien. Sorry voor mijn tranen. Ik ben bewogen, oprecht bewogen. En ik bid dat u velen, dat al mijn luisteraars hun knieën zullen buigen en mogen delen in het allerbeste wat nog komt. Bedankt opnieuw voor het kijken. En zonder tegenbericht
En als de bazuin nog niet geklonken heeft, hoop ik u volgende week weer te zien. Bedankt voor het kijken, God zegen en tot ziens.